heb je wakker gemaakt, sorry. Nee, dat heb je niet. Hoe bedoel je? Hoe lang al? We zijn pas net begonnen. Moet ik iets voor je doen? Misschien een kruik. Ligt in de la, bij de commode. Kruik? Ja. Is de andere oma eigenlijk al langs geweest? We gaan waarschijnlijk volgende week bij haar op bezoek. Ach, een schatje. Je mag niet gezien, hè? Ja, wel, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Zwarte schimmel. Weet je wat dat doet? Ja. Zo'n baby heeft nog namelijk zijn immuunsysteem ook, hè? Pap. We zijn hier echt alleen nog maar geweest om hem te verschonen. Ja, ik zeg alleen maar dat krijg je met zo'n afband als je geen bouwtechnische keuring laat uitvoeren. Pap. Kenneth. Ja, het zat er ook nog niet toen ik het ging schilderen, dus... Ik maak het schoon. Hé, hey, weet je wat goed is? Water met soda. He, een beetje schrobben. Het helpt. Ja. Hebben jullie soda in huis? Mam. Hij slaat voorlopig bij ons op de kamer, dus ja. Ik regel het, oké? Misschien toch eens gewoon een luier? Kijk niet. Nee. Wil jij het eens even proberen? Ja, wacht even. Kom, kom maar. Ja.
ook alweer allemaal nodig? Pasta, wc-papier. Moet ik hier even gaan? Nee, zeg. Kan ik eindelijk even naar buiten? Hij slaapt, toch? Ja, hij slaapt. Oké, ben met 10 minuten terug. Is goed, schatje. Papa is hier. Gefixt hoor. Het muurtje ziet er weer helemaal goed uit. Baby, sorry. Ik was hem gewoon vergeten. Ik
Ik moest die vlek gewoon weg hebben. Ja. Ik denk dat dat wel gelukt is. Ik wil niet met ruzie gaan slapen. Ik ook niet. Sorry, het spijt me echt. Ik ben me echt kapot geschrokken. Echt. Wat heb je daar? Niks. Iets wat ik in huis heb gevonden. Laten we maar gaan slapen, oké? Met een beetje geluk hebben we nog een paar uurtjes. Voordat een monster weer komt.